een vierde film van de buurtpolitie, maar voor jou is dit nog niet de vierde film, hè? Nee, het is mijn eerste film dat ik mee mag doen, want ik ben er sinds het laatste seizoen bij, als de man van de computers. En ja, het is een topervaring en super om mee te maken en ja, zeer benieuwd naar vandaag en komende weken ook, hè. Een film draaien in 11 dagen, dat moet zowat een record zijn. Absoluut. Is mij ook verteld. Ik vermoedde al dat dat heel snel was, natuurlijk. Maar de voorbereiding die de crew en de regisseur gedaan hebben, hebben er wel voor gezorgd dat dat toch in goede banen is gekomen. Ondanks wispelturige en wilde acteurs die daar rondhangen. Maar het was een topervaring. Heel hard en snel werken, maar gecontroleerd. En we hopen dat je daar aan het resultaat ook gaat zien. Je zegt van ja, ik speel in de buurtpolitie, de man van de computers. Ja. Heb jij zelf wat met computers? Het is een onwaarschijnlijk iets hoe slecht ik nog maar kan tikken op een klavier al van een computer. Dus nee, buiten de gewone dingen heb ik helemaal niks met computers. Veel te weinig zelfs. Maar daar spelen we weg, hè. Zeg, komt er een nieuw seizoen van de buurtpolitie aan of is dat nog niet geweten? Ja, ik vermoed dat dat zoals andere keren, zoals ik weet van collega's, komt dat vanuit zender die vraag uit meestal. Nu, wij hopen dat allemaal ten zeerste, want we doen het nog zeer graag. En ik vermoed als de film succesvol kan en mag zijn, dat er hopelijk toch weer een nieuw seizoen aankomt ook. Heb je zo'n anekdote van op de set? Is er zoiets gebeurd dat je bijblijft? Een anekdote van op de set die ik openlijk mag vertellen ook, wil je zeggen. Ik moet heel snel denken. Tja, nee, ik denk dan vooral aan de collega's. Ik moest zelf niet draaien die een dag, maar als je dan maar 11 dagen hebt en je hebt een buitenopnamedag en het regent pijpenstelen van 's morgens tot 's avonds, dan zijn de natte hondfoto's, om het zo te zeggen, in onze WhatsApp-groepjes natuurlijk superleuk voor de mensen die niet aan het werk zijn dan.